kunstverzamelingen in Tijlers Museum. En we staan hier voor een heel bijzonder schilderij, de tuin van Jacobus van Looy. Het is bijzonder omdat het zo ontzettend kleurig is. De meeste schilderijen uit de 19e eeuw zijn heel grijs in Nederland en hebben ook een wat traditionele compositie. Dit is juist door die recht afgesneden zijkanten, waar het eindeloos door zou kunnen gaan, heeft dit een hele bijzondere compositie als schilderij. Wat ook zo fantastisch is aan dit werk, je ziet dus al die bloemen, het is een veld met Oost-Indische kers, dat de vrouw van de schilder, Titia van Gelder, er ook in staat. Jacobus van Looy schreef daarover: mijn vrouw bloeit er nederig tussenin. De aankoop van dit schilderij is ook nogal bijzonder. Ik was er al een tijd verliefd op, ik had het gezien bij tentoonstellingen, maar het was natuurlijk in privébezit. Via via zijn we erachter gekomen en de Bank Giro Loterij heeft daar enorm bij geholpen bij die aankoop. Daarnaast ook nog een privé familielid van de schilder, ver weg, en een ander aankoopfonds. Maar het was vooral de gulle bijdrage van de Bank Giro Loterij die het mogelijk heeft gemaakt om dit fantastische werk voor het museum aan te kopen.